Het is maandag vandaag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag de 15 juni. En ik heb dus net mijn laatste cijfer gekregen voor alle toetsen die ik heb gemaakt. En dat is een 8, dus dat betekent dat ik geslaagd ben. Echt super, super chill. 15 juli, dus over precies een maand, is onze examenuitreiking als het goed is. Als natuurlijk alles doorgaat. Maar ja, ik ben gewoon geslaagd. Hoe chill. Oké. Ik heb eventjes wat pakketjes ingepakt. Want ik had vrijdag... Ja, vrijdag had ik dingen op United Wardrobe gezet. Nee, zaterdag. Had ik dingetjes op United Wardrobe gezet. En er is al heel veel verkocht. Eigenlijk bijna alles. Er zijn nog 2 truien van Chiquelle over. En nog 1 trui van Reinders. Dus heb je interesse, het linkje staat altijd in de beschrijving. Maar dit ga ik nu eventjes wegbrengen. Zodat het morgen binnen is bij iedereen. En eventjes boodschappen doen. Want we hebben echt niks in huis. Dus ja. Oké, jongens, ik ga dus sporten. Ik heb er eigenlijk echt helemaal geen zin in, maar ja, ik wil het wel doen. Het duurt 25 minuten, de video van vandaag. Ik ben begonnen met een andere Chloe Ting challenge. Eerst deed ik de 28 dagen flat tummy of zo. Maar ja, ik werd nu een beetje zat. En die kon ik ook niet in. Ja, ik weet niet. Ik dacht van, ik ga gewoon een andere beginnen. En ik heb nu de Hourglass Program. Booty en apps dinges. En mensen vragen wel eens van waar vind je dat op? Nou, gewoon op chloeting.com. Daar staan al die, hoe noem je dat, schema's en zo. En dan staat er iedere dag wat je dus moet doen. Wacht, ik zal het even laten zien. Er staat dus iedere dag wat je moet doen en welke video's daarvoor je kan aanklikken. En je hebt ook van die rustdagen en zo ertussen zitten. Dus ik ga nu beginnen met deze 2. Met het sporten en ik wilde eigenlijk even Olaplex in mijn haar doen en het dan wassen. Maar moeten ze zoveel eigen wijze maken? Maar ik wilde eigenlijk ook mijn haar weer wat blonder maken. En ik heb toen de blondspray van de HEMA gebruikt. En ik kreeg best wel veel reacties erop dat mensen zeiden je moet dat niet gebruiken want je haar wordt er echt oranje van. Maar ja, dat heb ik niet ervaren. Dus ik ga het gewoon lekker nog een keertje doen. De laatste keer dat ik het heb gedaan is ongeveer 3 of 4 weken geleden. Volgens mij 4 weken alweer. Bijna 4 weken. Dus ik ga het nu nog een keer doen. En dan hopen dat het weer wat blonder wordt. Je haar moet dus handdoek droog zijn. Dan moet je het erin sprayen. En dan wordt je haar dus 1 tot 2 tinten lichter. Een soort van gekookt. We hebben salade gemaakt, bitterballen, van die aardappel dingetjes en Miel heeft in plaats van bitterballen heeft hij kip. Dus dat gaan we lekker eten. Het is vandaag dinsdag en ik heb me eventjes aangeklikt en klaargemaakt om een video te gaan filmen. De lang verwachte Zara Hanem en bij Youse Fashion Show blog. Dit is er later bij toegevoegd, maar er zit dus een kleine soort van winactie in de video verwerkt, wat niet in de titel staat. Dus ja, de mensen die echt alleen de video hebben gekeken, die weten dat er dus een winactie is. Maar nu alles van de Zara zo op een stapel ligt, denk ik echt, oh my god. Dit is zoveel, dat is echt niet normaal. Maar dat ga ik nu eventjes filmen. Het is nu 11:45 volgens mij. En dan rond 2:30 komt Zoe. En dan gaan we rond 2:30 naar een meisje toe die onze wimpers gaat doen. Ja, die had ons een bericht gestuurd of wij het leuk vonden om bij haar onze wimpertjes te laten... Wimpertjes? Oh, wat erg als ik dat zeg. Die had gevraagd of wij onze wimpers bij haar wilden laten doen. Ik heb alleen zelf ooit wimperlifting gehad. Ik heb nog nooit wimperextensions gehad, Zoe wel. En mijn haar staat altijd heel erg mooi. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het bij mij gaat staan. Ik ga morgen foto's maken met Rosa. Dus ik hoop dat het een beetje leuk gaat staan bij mij. Anders wordt het alleen maar foto's vanaf mijn achterhoofd. Nee, grapje. Maar daar gaan we dus om 2:30 naartoe. En dat duurt tot 6:30 ongeveer. En dan vanavond komt er nog wat familie langs. Om te soort van vieren dat ik
geslaagd ben voor mijn examen. Want dat heb ik natuurlijk gisteren te horen gekregen. Dus, of na te horen gekregen. Ik heb gewoon mijn laatste cijfer teruggekregen. En die was met de voldoende. Dus dan heb ik alles afgesloten met de voldoende. Maar goed, ik ga nu eventjes de video filmen. De trui die ik vandaag trouwens aan heb is van Chiquelle. En er komt vandaag als het goed is ook een pakketje van Chiquelle binnen. Dus dat is ook heel erg leuk, want ik dat aan jullie laat zien. Maar voor nu ga ik de video opnemen. Oké, ik heb mezelf eventjes omgekleed. Ik heb deze body aan van de Zara. Feestje van ASOS en gewoon een mom jeans. Maar het pakketje van Chiquelle is binnen. En Zoe, die kan hier ieder moment zijn. Maar Miel doet het wel open, die zit beneden. Dus ik dacht, ik ga even laten zien wat er allemaal in zit. Want het is echt een heel groot pakket. Ik had namelijk twee pakken doorgestuurd. En ik heb ze dus allebei gekregen, zie ik. Ah. Oké, even kijken. De turquoise kleur. Met een hoodie. Een cropped hoodie. Deze. En deze heb ik in een maatje XS. En aan de onderkant kan je hem dus aantrekken met een touwtje. Echt heel erg leuk. En daar zit dus ook een bijpassende broek bij. In dezelfde kleur. Die broek heb ik al. In een andere kleur. En die broek is echt mega chill. Dus ik ben heel erg blij met deze. Tadaa. En dan heb je dus zo'n broek. En die valt een beetje ongeveer tot je taille. En dan heb je dus zo'n cropped hoodie erop. Hoe leuk is dit? Dus die heb ik gekregen. En diezelfde heb ik dus ook in het wit gekregen. Want ik was ze dus allebei doorgestuurd. In de hoop dat ik er eentje zou krijgen. Want je mag dan bij Chiquelle een hele lijst doorsturen met dingen die je leuk vindt. En dan kiezen zij wat ze naar je opsturen. Maar ze hebben dus gewoon allebei opgestuurd. Hoe chill. Kijk, weer diezelfde cropped hoodie. En daarbij ook weer een joggingbroek. En ik heb alles in een maatje XS hiervan. Dus de broek en de top. Tada. Dus die. En dan zie ik nog twee topjes. Als allereerst een bandeau top. Deze heb ik in een XSS. Dat is zo'n combinatiemaat, zeg maar. En dit vind ik echt een heel erg mooi kleurtje. Kijk deze kleur. Echt heel mooi. Hij rekt gelukkig lekker mee. Wat ik de laatste tijd trouwens echt vind, wat me echt opvalt, dat Chiquelle heel veel dezelfde items heeft als de Zara. En ook hetzelfde label. Volgens mij wordt het gewoon in dezelfde fabriek of zo gemaakt. Want het valt echt heel erg op. Want deze zag ik namelijk ook bij de Zara, dit topje. Dus die. En dan heb ik nog een soort van bandeau top. Alleen deze is wat langer. Die andere was echt cropped. Maar deze is echt heel erg mooi. Die heeft dus een hartjesvorm bij je boobies. En die is gewoon wat langer. Die komt gewoon tot je navel ongeveer. Maar hoe mooi is dit? Die kleur vind ik ook echt heel erg leuk. Dit is net eventjes iets meer groen. En dit iets meer blauw. Maar hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb nu alleen geen tijd om het te passen voor jullie. Maar dat doe ik dan wel... Oh, ik ben een beetje overbelicht. Dat doe ik dan wel morgen of vanavond of zo. Want Zoe die kan dus ieder moment komen. En ja, ik heb dus een klein probleempje. Want ik heb dus net de shoplog opgenomen van de Zara en de H&M. En die kleding heeft zeg maar altijd gewoon in een doos gestaan naast mijn bed. Zo van, dit is voor de shoplog. Maar ja, nu is die shoplog geweest en moet ik het allemaal kwijt in mijn kast. Maar het past er dus niet in. Ik heb hier, ligt heel die stapel met kleding. En ik heb gewoon geen hangers meer. Dus ik moet van de week echt eventjes hangertjes gaan kopen weer. Maar ja, heel leuk dat ik geen hangers heb. Maar het past er ook bijna niet meer bij, zeg maar. En hier wil ik eigenlijk laadjes gaan maken. Zodat ik allemaal van dit soort topjes en zo, van die kleine topjes, daarin kan doen. En ik heb extra schoenen of extra planken nodig voor mijn schoenen. Eigenlijk heb ik gewoon een derde kast nodig. Vind je ook niet? Eigenlijk moet hier gewoon, moet dit blok weg en moet hier gewoon nog een kast. Ik denk niet dat ik mijn vader zo gek krijg, maar goed. Ik ga naar beneden. En wacht tot Zoe er is. Oh, ze zeggen, ik ben er bijna. En dan ging ze eventjes de video hier uploaden. En dan gaan we daarna samen onze wimpers laten doen. Ik ga jullie meenemen. Ik ga het filmen voor jullie. En ik ben echt heel erg zenuwachtig, want ik heb dat dus nog nooit gedaan. Thank you.
camera boven je kop. Kijken. Oh ja, ik vind het wel mooi. Ja? Ja. Nou, Fleur is ook bijna klaar, denk ik. Even kijken. Het is vandaag woensdag. En zoals je misschien kunt zien, heb ik mijn wimpers al niet meer. Ik heb gisteren natuurlijk helemaal niet meer gefilmd, dus ik zal het een klein beetje uitleggen. Maar gisteren ging ik dus met Zoe samen bij een meisje bij Shaylin. Gingen we onze wimpers laten doen. En ik had nog nooit wimperextensions gehad. Dus ik wist ook helemaal niet hoe het bij mij ging staan, zeg maar. En Zoe had het wel iets gehad, maar het was super mooi geworden. Dus ik zei, ja, ik wil gewoon hetzelfde als Zoe. Alleen, mijn wimpers zijn van zichzelf gewoon veel langer en gekrulder dan die van haar. Dus bij mij was het gewoon veel groter en meer overdreven dan bij Zoe. En ja, ik kon er gewoon niet aan wennen. En dus ik dacht, ja, ik kan er nu wel mee gaan blijven lopen. Alleen maar om, ja, haar, zeg maar, om niet lullig over te komen. Maar ik kon er gewoon niet aan wennen. Het is gewoon niet mijn ding. Dus Shannon, het meisje die mijn nagels altijd doet, die had gelukkig nog vandaag een plekje om het eraf te halen. Dus die heeft het er voor me afgehaald. Zodat mijn eigen wimpers verder niet beschadigd zijn. En dat zijn ze ook niet. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik glim trouwens echt als een malle. Ik heb net mijn dagcreme opgesmeerd. Daar ben ik heel erg blij mee. Tuurlijk voelt het wel een beetje lullig tegenover Shaylin. Want zij heeft natuurlijk heel erg lang haar best gedaan erop. En bij Zoe was het ook echt heel erg mooi geworden. Maar het was gewoon niet mijn ding. En ik kon er gewoon niet aan wennen. En als ik op straat liep, dan had ik gewoon het gevoel dat iedereen naar me keek. En gisteravond was er ook wat familie gekomen. Voor mijn diploma, om zeg maar een soort van te vieren. En ik zat ook op de bank. En voor mijn gevoel zat iedereen heel de tijd alleen maar naar mijn wimpers te kijken. Het was niet zo, maar voor mijn gevoel was het wel zo. Dus ik wilde ze er gewoon heel erg graag weer af hebben. Dus dat, verder niks. Omdat ik het niet mooi vond, maar het paste gewoon echt niet bij mij. Doe mij maar gewoon lekker wimperliften. Dat past meer bij mij, denk ik. Het is nu 11:50. Rosa die is onderweg hier naartoe. We zouden eigenlijk vandaag... Jezus, ik krijg een lamme arm. Ik ga je even neerzetten. Maar we zouden eigenlijk vandaag foto's gaan maken. Jullie zien mij heel leuk hier staan. We zouden eigenlijk vandaag foto's gaan maken. Alleen, ja, het zou ook weer gaan regenen vandaag. Dus dat gaan we vrijdag doen. Want vrijdag wordt wel lekker weer. Maar we moeten de toets voor het HVA maken. En die gaan we samen, of nou niet per se samen maken. Maar we gaan gewoon naast elkaar zitten en elkaar wel een beetje helpen en zo. Dus als het goed is, is het rond 12 uur. En dan gaan we samen die toets maken. Want in mijn vorige weekvlog had je kunnen zien dat dat niet helemaal goed was gegaan. De vorige toetsen hadden we zeg maar qua deadline gemist. We wisten dat niet. En konden daardoor bijna niet naar de Hogeschool van Amsterdam. Terwijl we daar wel heel graag heen willen. Dus dit is onze laatste kans. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik heb gewoon echt een heel simpel outfitje aan zoals je kan zien. Shirtje is van de H&M. En mijn broek is van Stradivarius. En topje heb ik in een maatje S. En de broek in een XS. Over die broek kreeg ik namelijk laatst een vraag. Maar die heb ik dus in een maatje XS. En die zit echt perfect. Nee jongens, we moeten zo die toets gaan maken. Maar ik wil er eigenlijk niet op klikken, want dan ben ik bang dat de tijd al ingaat. Ja, dat is nog niet echt heel veel aan. Nee, ja, ik ga eventjes dat blaadje erbij houden wat we erbij moesten hebben. Jongens, de eerste toets hebben we gemaakt. Hoe kan ik dit nou weer goed vasthouden met deze hand? Want ik ga altijd dus zo. De eerste toets hebben we gemaakt en we hebben een 8,1. Hey, wat goed. En dit was het Nederlandse onderdeel. We moeten nu nog medialandschap gaan doen. Wat goed dit. Nee, dat valt nog best wel mee. Goed. Janemuk, ben je filmen voor op haar kanaal? Linkje staat wel misschien in de beschrijving als je lief doet. Fresti, wat goed. Het voedsel zit er weer in. De video is gemaakt. En dat is heel heet. Ja. Waarom geeft een Happy Meal zoveel troep? Ja, ik weet het ook niet. Thuis. Ik heb eigenlijk helemaal niet volgens mij verteld dat ik überhaupt weg ben geweest. Maar, jezus, dat zit maar mooi. We hadden bij Meeuwse moeder gegeten. En daar slapen we vanavond ook. Alleen die meiden komen zo meteen hier naartoe. Want we gaan volgende week met z'n vijven een weekendje, 4 dagen met weetje, naar Center Park. Superleuk. En Zoe en ik hebben gisteren bedacht,
dat we drankspellen willen maken. Dus ik heb Jenga aan de kast staan. Dus dat gaan we verven. Daar gaan we allemaal leuke opdrachten op zetten. En we gaan ook... Oh nee, Dagmar had volgens mij nog een drankbordspel. Dus dan nemen we gewoon die van haar mee. Maar ze komen dus ja, nu hier naartoe om dat te maken. Mijn jasje trouwens is van Lovies. Echt heel erg blij mee. Ik wil ook zo graag de witte, maar die is dus iedere keer uitverkocht. En ik had hem dus laatst besteld, zelf bij Lovies. Maar er zat toen een vlek op. Maar goed. Trouwens, als jullie deze video zien, deze video komt op maandag online natuurlijk, heb ik voor jullie een kortingscode van Lovies. Die is vandaag 22 juni en dinsdag 23 juni geldig. Ik zal hem eventjes in de beschrijving zetten, want ik krijg dus 10% korting bij Lovies. Echt superleuk. Maar goed, ik ga dit nu eventjes allemaal een beetje klaarzetten. Even die rotzooi van tafel halen, want ik denk dat we aan tafel gaan knutselen. En dan kunnen ze ieder moment komen en dan gaan we lekker knutselen. Kijk eens jongens! Oh, nee, ik had niet echt gezien. Zo, ik dacht er komt een naam. Ik ga onder zitten. Wacht. Lekker knutselen. Cutie poodie. Deze kleur is echt mooi. Nou, ze zijn al voor. Jee. Ik ga deze omdraaien. Oké. Free. Wat staat hier? Biba. Maar op zich is hij nog best wel grappig. Nou, heel grappig. Nee, ze zijn heel leuk. Nou stopten ze gelijk. Okay. Het is vandaag donderdag. Het is 13:30. Het is best wel laat. Maar ik had vannacht bij Miel geslapen. Hij was me gisteren met de auto komen ophalen. Omdat het gisteravond echt mega hard regende. En ik was natuurlijk met die meiden Jenga aan het maken. Ik zal vandaag wel eventjes het eindresultaat ervan laten zien. Het is wel echt heel erg leuk geworden. Maar hij kwam dus halen met de auto. Toen heeft hij me vanmorgen thuis afgezet. Want zijn moeder die had de auto weer nodig. Dus ik ga hem nu weer ophalen met de scooter. Want we gaan vanavond lekker uit eten bij Loetje. Met mijn moeder en mijn broertje. Dus met z'n vier heb ik echt super veel zin in. Want ik heb natuurlijk maandag een soort van te horen gekregen dat ik geslaagd ben. En dat gaan we vieren bij Loetje. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Het shirtje dat ik aan heb is van de Zara. En ik heb er nu nog gewoon een blauwe mom jeans bij aan. Maar ja, ik vind die mom jeans er niet heel leuk bij staan. Maar ik kijk straks wel wat ik anders aan doe. Maar er is net dus een pakketje binnengekomen. En ik heb het al opengemaakt. Want ik had echt niks besteld of geen samenwerking of zo. Dus ik dacht echt van, wat is dit? Maar het is dus van een PR-bureau. Heb ik een pakketje ontvangen. Van Simply PR, volgens mij heet dat. En het is dus een Batiste set. Echt super chill. Ik hou echt van de Batiste droge shampoos. En er staat op sharing is caring. Deel dat pakket met jouw favoriete blondie of brunet. Dus het is dus een droog shampoo voor een blondie. En voor een brunet. Nou, ik ben natuurlijk blond. Dus ik denk dat ik die bruine aan Zoe ga geven. Want Zoe heeft natuurlijk bruin haar. En de rest is allemaal een beetje blond haar. Zoe is de enige die echt bruin heeft. Dus dat is wel leuk om aan haar te geven. En er zitten ook deze twee kaartjes bij. Every blondie needs a brunet. En dan... Every brunette, niet de blondie. Maar ik ben heel erg benieuwd naar deze. Want ik krijg altijd een witte waas in mijn haar van die droog shampoos. En normaal vind ik dat niet heel erg. Maar ja, als het nu op deze manier minder is. Heel erg leuk. En er zit er ook nog een canvas tasje denk ik bij. Maar goed. Ja, ik ga dit eventjes aan de kant zetten. En dan ga ik Milan ophalen met de scooter. Ja, we hebben trouwens wel echt heel vroeg gereserveerd bij Loetje. Want... Je hebt nu bij Loetje natuurlijk tijdsvakken dat je kunt komen. Je hebt tussen 17:30 en 18:00. Tussen 18:30 en tussen 19:30 en 22:00. Alleen alle tijden zaten al vol. Alleen de 17:30 tot 18:00 was nog over. En we wilden wel echt heel erg graag bij Loetje eten. Dus ja, hebben we maar voor die gekozen. Dus we moeten er al om 17:30 zijn. Echt super vroeg, maar goed. En als je denkt, waarom is het hier zo rood? Ik heb net met deze hars, heb ik mijn wenkbrauwen gehars. Alleen ik was het vergeten te filmen. Maar vandaar dat mijn wenkbrauw zo rood zijn. Maar goed, ik ga eventjes mijn sokken aantrekken. En schoenen aandoen. En dan ga ik Milan ophalen. Ik vind dat wel leuk. We zijn weer thuis van tijd eten. Was echt super lekker. We zijn ook nog eventjes de stad in geweest. Want zoals ik zei hadden we natuurlijk best wel vroeg gereserveerd. Dus we waren al om 6 uur klaar of zo. En dat is natuurlijk koopavond. Want het is donderdag. Dus we waren nog eventjes de stad in geweest. Maar ik ga morgen foto's maken met Rosa. Dus ik ben eventjes
outfitjes aan het kijken wat ik op de foto wil zetten. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om aan jullie te laten zien. Ik denk dat ik sowieso dit setje meeneem. Die heb ik dus nieuw van Chiquelle. Dit jogging setje. Ik denk dat dat wel grappig kan zijn voor een foto. Maar ik heb hem ook nog in het mint. Maar ik denk dat ik die witte wel wat leuker vind. Dus ik denk dat ik die meeneem. Ik ga even een foto ervan maken. En dan roze sturen. Dan neem ik denk ik ook deze blouse mee. Van de Zara voor een outfitje. Maar ik twijfel. Ik denk dat ik hem gewoon zo doe. Zonder bikershort en dan gewoon een paar stoere gimpen of zo eronder. Dus dit is outfitje 2. Oké, dit is het derde outfitje. Het rokje en het jasje is van Lovies. En de top is van Naked. Dit is outfit nummer 3. Ik weet eigenlijk niet hoeveel we ermee gaan nemen. Maar ja, kan maar weer te veel dan te weinig.